Bij Feyenoord kan je sinds woensdag hier terecht om beter te worden in FIFA. Het virtuele voetbalspel is razend populair, wordt zeer serieus genomen. Jij hebt het WK FIFA gespeeld en dan ben je 10e geworden. Hoe serieus is FIFA in jouw leven? Ja, het begon als een hobby allemaal. Toen kwam ineens Feyenoord bij mij terecht. En toen is het ja, meer als werk natuurlijk gaan zien. Maar het is niet alleen FIFA spelen, het is ook aanwezig zijn op activiteiten met kleine kinderen omgaan. Maar dat is ook heel leuk om te doen en vooral als mensen je gaan herkennen, ook op tv nu met de Eredivisie. Maar deze jongens spelen het voorlopig hobbymatig en dan is thuis spelen toch net iets anders dan hier. Ja, er zijn veel meer mensen om je heen en ja, al die camera's. En het is gewoon ook het team en zo waar je mee speelt. En thuis heb ik een sneller team en zo en dat merk je ook met Pasen en met alle acties die je wilt maken, dat lukt hier gewoon niet. Meer sporten als goed voornemen voor het nieuwe jaar komt bij deze jongens wel goed. Tenminste, e-sporten. Met coaching om misschien wel ooit professioneel FIFA-speler te worden. Ja, het is wel, zeg maar, tof. Ook gewoon voor de jongens, zodat ze hier gewoon kunnen oefenen en gewoon 24/7 naar binnen kunnen lopen om te oefenen en beter te worden. Het is natuurlijk gewoon altijd wel verbetering en zeker nu met al die e-sporters erbij, dat je tips kan vragen en ook naar te kijken, dat helpt ook zeker in het spel. Maar ja, het blijft gewoon, je moet het uiteindelijk zelf doen. En als hun het doen, ziet het zo makkelijk uit. Maar ja, dan moet je het nog even zelf zien te doen. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you.